De programma's van Grensland Actueel worden mede mogelijk gemaakt door duorolgordijn.eu. Grensland. In het repetitielokaal van Fanfare Sint Isidorus wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van Speelt Goed, dat op zaterdag 15 april in gemeenschapscentrum De Stegel in Molenbeersel zal worden uitgevoerd. Wij gaan 15 april ons achtste keer een groot concert geven, een project dat speelt goed. Het is een beetje een grapje op speelgoed en wij spelen goed, dus dat is een beetje het grapje daarachter. Onze vereniging die bestaat ondertussen 116 jaar en daar zijn we best trots op natuurlijk. Je ziet hier achter me die hele groep zitten, er zijn een 50-tal muzikanten, er is ook nog een drumband die gaat ook optreden op dit avondje. Er zat nog een special act, dus we maken er eigenlijk een spetterende avond van. Het project dat hield in dat we samen met een professionele lichtman en dit jaar ook voor het eerst met Popcorn Producties een evenement gaan organiseren. We gaan muziek maken en we verwachten altijd toch wel een 300-400 mensen in de zaal. En die mensen die komen geer loesteren. We hebben eigenlijk al een vaste klantengroep die ieder jaar wel weer opnieuw komen. 116 jaar, dat is niet niks. Nee, inderdaad. Ik heb ze niet allemaal zelf metgemaakt. Maar inderdaad, we hebben een rijke historie. Altijd met eigen leden gedaan, altijd met diverse dirigenten. We zijn ondertussen de 14e dirigent. Wie wordt het thema bepaald? Meestal is het onze voorzitter die dat bepaalt. We hebben de muziekcommissie, dat is eigenlijk een soort van denktank. Wij doen samen nadenken over wat we willen doen. En ja, meestal komt de voorzitter met een thema. En dan wordt het op verder gebreid. We maken er iets leuks van. Ieder jaar iets anders. De jeugd wordt actief betrokken binnen Fanfare Sint Isidorus. We hebben een project samen met de school in Molenbeersel. Een blokfluitproject. Hoe dat de vijfde en de zesde leerjaar eigenlijk les krijgt van een van onze muzikanten. En dat werkt heel erg goed. Die leerlingen geven één keer per jaar een concert met ons. En dat is gewoon heel erg leuk. En zo kreeg ze de jeugd enthousiast. En daar moeten we het van hebben natuurlijk. Ligt dus een tipje van de sluier. Wat kunnen mensen verwachten? Ja, de meeste mensen die alles geweest zijn, die weten wat ze kunnen verwachten. Het is serieus, maar ook een beetje humor. We proberen altijd iets leuks te doen, een grappige act of iets dergelijks. Ja, dit jaar, Popcorn Producties, het zegt het zelf al, dat wordt weer wat professioneler aangepakt. Dus we willen het uitpakken. Ja. Al zenuwen voor het gebeuren? Eigenlijk niet. Op het moment dat we gaan spelen, is het een moment van loslaten. Dus nu de voorbereiding die neemt veel tijd voor ons in, maar het moment van de uitvoering is een soort van vrijlaten. Dan genieten we. Om alvast in de stemming te komen, een voorproefje voor de opvoering van 15 april.
Zijn er nog kaarten verkrijgbaar? Er zijn er nog, niet veel, maar ja, mensen moeten er snel bij zijn als ze nog kaarten willen hebben. Dus ja, het verkupt. Een trotse voorzitter, maar wat zou je nog trotser maken? een groot concert op 15 april en eigenlijk de groep jij nooien, dat is het leukste. Samen muziek maken, samen plezier hebben, dat is het belangrijkste. Is dat lastig? Nee, meestal niet. Soms is het dan een keer het lastige, maar over het algemeen hebben we een hele goede sfeer en een hele fijne groep. Dus ik klaag absoluut niet. De programma's van Grensland Actueel worden mede mogelijk gemaakt door duogolgordijn.eu. Dagelijks nieuws uit de grensstreek via www.grenslandactueel.com.